Frank. Ja, we gaan het hebben over die formatie. Hè? Want 2,5 maand na de verkiezingen. En ik vrees dat we vanochtend moeten concluderen. We zijn nog maar bitter weinig opgeschoten. Informateur Ronald Plasterk die kan beginnen aan zijn eindverslag van die formatie. En daar zal instaan, Pieter wil het niet. Of in ieder geval dit niet. Omtzigt laat weten dat deze formatieronde wat hem betreft hier strandt. Geen meerderheidscoalitie over rechts. Geen PVV, VVD, NSC, BBB op het bordes. Of ja, in ieder geval in de vorm zoals we die kennen. Want hij wil misschien toch wel verder praten over allerlei tropische varianten. Maar bij die gang op het menu waren de rest van de tafelgasten nog lang niet beland. Blijkt uit hun reacties online. Kijk even naar Geert Wilders, wat die daarover zegt. Ongelooflijk teleurstellend. Hij zegt Nederland wilde dit kabinet en nu gooit Omtzigt de handdoek in de ring. Ik begrijp er werkelijk helemaal niets van. Dylan Jezelges heeft ook gereageerd, ook zij verbaasd. Ze spreekt over constructieve gesprekken en wil zo snel mogelijk horen wat hier nou aan de hand is. En Caroline van der Plas zat ook aan die tafel en ook zij is totaal verrast. Verbijsterend noemt zij het zelfs. Ik ga praten met Henry Bontebal, de leider van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Welk woord zou u kiezen? Nou, net werd het woord chaos genoemd. Ik denk dat dat een goed woord is. En ik ben het ook erg eens met wat collega Mirjam Bikker net zegt. De argumentatie waarmee het nu geklapt is, vind ik ook wel erg bijzonder. Elk kabinet heeft zijn eigen uitdagingen. Er zitten vaak ook financiële uitdagingen tussen. Als je een flinke verkiezingswinst boekt, dan heb je ook echt de verantwoordelijkheid om er iets van te maken. Ja, die zetels die komen met verantwoordelijkheid. En ik vind dat die verantwoordelijkheid gewoon genomen moet worden. U zegt financiële reden, dat excuus vind ik bijzonder. Gelooft u hem niet? Nou ja, ik geloof het wel. Alleen ik vind het geen goed argument. Je moet toch de moed hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Het argument, ja, ik tref dingen aan van financiële tegenvallers, ja, die ga je altijd aantreffen. Je zult altijd problemen tegenkomen die je moet gaan oplossen. Daarvoor heb je nou precies een regering nodig. Dat is namelijk een regering om problemen op te lossen. Dus ik vind dat geen goed argument. Nou worden we vanochtend wakker tussen de scherven. Kijken we ook weer vooruit. De vervolgstap. Dan hoor ik dingen als een zakenkabinet, een breed extra parlementair kabinet. Ik ken u als een slimme man. Volgt u het zelf nog een beetje eigenlijk? Nou, eigenlijk niet. Ik denk, dus dat zijn opties die worden genoemd, maar dat zijn nou tamelijk exotische opties. Jij noemde het tropische opties, geloof ik, tropische variant. Ja, we weten nooit precies wat het nou is. En het is een verbreding. Ja, ik denk heel simpel. Er zijn vier partijen die hebben een goede uitslag geboekt. Ook GroenLinks PvdA heeft een goede uitslag geboekt. Wij hebben steeds gezegd, zoek eerst gewoon naar de meerderheidscoalitie. Want die andere vormen die lijken me erg ingewikkeld. En het CDA zit er ook niet op te wachten om daar zomaar aan deel te gaan nemen. Dus eigenlijk zegt u kap met dit circus. Ga gewoon weer aan tafel, Pieter Omtzigt. Exact. Helder. En wat moet het dan? Wat moeten we dan bijvoorbeeld nog met die financiële toestand die het zou zijn? Moeten we daar nog iets voor? Ja, natuurlijk moet je naar de financiën gaan kijken. Maar dat gaat tijdens de formatie hoe dan ook gebeuren. Dus op het moment dat jij documenten op tafel krijgt die je nog niet eerder hebt gehad, had je ook om extra tijd bijvoorbeeld kunnen vragen. En kunnen zeggen, nou, ik heb nu nieuwe informatie gekregen. Geef me nog even 2-3 weken, zodat ik dat tot me kan nemen. Maar hier is denk ik toch naar een exit gezocht. En die exit was niet de rechtsstatelijkheid. Deze exit was blijkbaar financiën. En dat is nou net geen goed argument om er op dit moment uit te stappen. Ik dank u voor de toelichting. Geen goed argument. En ga gewoon als de wiede weer, ga weer om tafel. Ja, mevrouw Bikker, deelt u deze mening van meneer Bontebal? Ja, wat ik al zei en wat Bontebal terecht onderstreept. Kijk, je weet dat er problemen zijn, ook met deze vier. Ja. En met name over die rechtsstaat. Daar is het veel over gegaan en dat zouden ze nu ook gaan voorbespreken. Dus is financiën een excuus? Je weet het nooit zeker. Meneer Omtzigt kan verrast zijn. Alleen het verbaast mij dat hij verrast is. Want we weten allemaal, ieder jaar heb je opnieuw, en dat heb je in ieder bedrijf, en dat heb je zeker op zo groot in Nederland, heb je meevallers, maar zeker ook een heel aantal tegenvallers. Dat hoort erbij. Mm-hmm. Heeft elke regering, als ik kijk naar de afgelopen jaren, we hebben heel bewust ervoor gekozen dat we zeggen, we halen geen aardgas meer uit Groningen. Heel terecht. Maar dat betekende ook dat de schatkist die inkomsten niet had, daar ga je dan mee om. Dat is een bewuste afspraak die je met elkaar maakt. En je gaat andere manieren verzinnen om dat op te lossen. En dat is belangrijk, want zo kan een regering juist ook het goede zoeken voor Nederland. En ik hoop zo dat die partijen dat gaan doen. En ook de grote partij van meneer Omtzigt heeft wel die verantwoordelijkheid. Ja. Gerben, hoe heb jij dit allemaal gevolgd?
Ja, ik vond het. Ik zag gisteravond het bericht en ik vond het gewoon ontzettend jammer. Want dit zorgt gewoon weer voor vertraging op de lijn en vertraging in duidelijkheid die we zo hard nodig hebben. Niet alleen bij boeren, maar gewoon voor heel Nederland. Er liggen zoveel grote vraagstukken. En ik denk dan had dan heel even afgewacht naar wat de eerste informatie was die vanuit de heer Plasterk kwam. En ga vanuit daaruit kijken, kunnen we verder met het gesprek, ja of nee? Nou, we gaan hier de hele ochtend eigenlijk nog over doorpraten. Maar eerst...